IJssalon Pisa uit Zevenaar behoort tot de 6 beste ijssalons van Nederland. Daar wil eigenares Coco Strijbels het niet bij laten, want ze wil met haar salon de nummer 1 worden. Nu we dus voor de tweede keer meedoen en dan in de top 6 al belanden, ja, dat is nog steeds een beetje onwerkelijk. Maar wel hetgeen, het is wel een doel waar je naartoe leeft als ijsbereider en als ijssalonhouder. Want ja, wie wil er nou niet in de top 6 belanden? En wie wil er nou niet het beste van Nederland worden? We trainen erop dat onze medewerkers zo goed mogelijk het ijs scheppen. Dat er geen waterkristallen erin komen. Ons ijs zelf wordt gemaakt van ingrediënten uit de Liemers. Ons fruit komt hier uit de fruitboer. Of bij de fruitboer vandaan. En ons melk komt uit de lokale melkbuur. En door het gebruiken van natuurlijke ingrediënten denk ik dat wij het beste ijs hebben. En het beste ijs, ja, dat hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Gasvrijheid, het product moet goed zijn, de beleving die de mensen krijgen. Eigenlijk alles. En ik denk dat wij daar wel goed in scoren. Alsjeblieft, fijne dag. Ik zeg altijd, de medewerkers die in de winkel staan, dat is mijn visitekaartje. En de uitstraling die je daarbij hebt, ijs is natuurlijk een product dat je verkoopt. En je verkoopt dan niet alleen maar het product, maar ook de beleving. En wij vinden eigenlijk heel belangrijk dat gasten goed geholpen worden. En vooral dat ze met een lach op hun gezicht vertrekken. Om de beste ijssalon te worden is niet alleen gasvrijheid belangrijk, maar natuurlijk ook de bereidingswijze van het ijs. Jarusha is vaste medewerker en staat voornamelijk achter in de keuken waar het wordt gemaakt. Ik ben begonnen als patissier en nu uiteindelijk ben ik hier leren ijs maken. En dat is wel, het is een vak apart, maar het is wel, ja, het is echt heel leuk. Nou, we hebben 48 ijsmaken ongeveer. Dat wisselt wel een beetje in het seizoen. Dan denken we, nou, andere ijsmaken is ook een keer leuk. Maar we hebben een recept voor het sorbetijs en een recept voor het melkijs. Dat zijn eigenlijk de standaardrecepten. En daarbij doen we andere smaken en grondstoffen bij in. Wat is nou, denk je, het geheim van het ijs maken als je dat nu aan het doen bent? Ja, echte lokale producten. Ja, en gewoon goede recepten. Dat is het. Ja. Dat maakt het unieke ijs wat wij hier verkopen. 4 jaar geleden nam Coco de zaak over en nog steeds staat ze elke week met plezier en passie in de salon. Ik ging vroeger altijd met mijn ouders mee op vakantie naar Italië. Ja, en ja, daar heb je de gelateria. En ja, daar wordt ook ijs meestal achter in dat kleine keukentje bereid. En hoe ze dat daar doen, dat heeft bij mij eigenlijk wel iets geprikkeld. Of is bij mij iets gaan branden. Waarvan ik dacht van, oh, dat wil ik later ook wel. En ja, het product is gewoon zo leuk. En ja, het is de beleving. Het is, niemand wordt verdrietig van ijs. En hoe staan jullie momenteel in de wedstrijd? Nou, we pakken ze. We gaan gewoon winnen. Ja, daarom doen we mee, om te winnen. Dus dat komt hartstikke goed.